bounds. En hallo iedereen, welkom terug bij weer een nieuwe aflevering van de MMG. Dit is aflevering nummer 3. En in deze aflevering ga ik een plek voor mijn huis zoeken. Deze opnames worden allemaal achter elkaar opgenomen. Voor jullie is dat geen 1 punt, want het wordt gewoon goed geüpload. Kippie? Nee, geen kippie. Er is inmiddels alweer een nieuw iemand op de server. En die heet Tetter. Kijk, Tetter. Die was eerst werken. En die is toch weer terug. Ik ben naar de kap geweest, zoals jullie dat zien. Gezamenlijk kon ik moeilijk met webcam gaan doen, want dat slaat dan nergens op. Maar alsnog staat, wil je invite winnen, bla bla bla. Dat gaat waarschijnlijk binnen een paar afleveringen eruit. Maar webcam staat ook op andere stand, zodat ik overheen kijk. Dat vind ik voor jullie beter. En anders zit ik dat zo te kijken. En zo vind ik het veel beter, want sowieso mijn microfoon staat hier. En mijn toetsenbord zit hier. Jullie zien waarschijnlijk mijn handen niet. Nee, kijk, dus jullie zien mijn handen niet. En ik vind dit gewoon veel chiller. Maar, dit wordt dus gewoon eigenlijk een soort aflevering met grotendeels speed. Hey, Tetter. Hi. Sorry. Hi. Dus, ik ga even opnemen. En, ik ga even proberen een mooie plek voor mijn huis te zoeken. Waarschijnlijk ga ik in een woestijn wonen. Ik heb al best wel een episch idee. Ik wil een hele grote villa gaan maken. En het hoeft niet zo'n grote woestijn. Het hoeft niet zo'n hele grote woestijn te zijn. Maar het gaat gewoon even om het idee dat we een woestijn hebben. En ik zeg tot dan. En later na deze aflevering. Na deze opname. Later.
kijkers, zoals jullie zien, ik ben uiteindelijk bij een village aangekomen. Het is niet de bedoeling dat ik hier ga wonen. Maar ik wil even een tijdelijk kampje opslaan, denk ik. Want het gaat gewoon niet lukken met al mijn spullen. En vooral omdat ik hier nu heel veel zooi uit ga halen. Is dit niet zo handig? Ah, Smitty! Kom op, goeie loot, goeie loot, goeie loot. Holy shit, dat is veel iron. Holy crap. Ik moet even een beetje mijn inventory organiseren. Wat ik wel niet mee ga nemen. Even goed kijken hoor. Ik drop eerst even alles. Sowieso neem ik mijn diamonds natuurlijk mee. Die heb ik uit de chest gehaald bij de tempelachtig ding. Ik weet niet hoe ik dat moet uitspreken. Ja, wat is het? Een woestijntempel? Gewoon een woestijntempel, niet zo moeilijk doen. Ik heb een nieuw armor. Dat kan ik wel aan René geven. Nou, eten, dat wil ik zelf natuurlijk wel bewaren. Een nieuwe pickaxe, altijd fijn. Nou, mijn buckets, mijn iron, mijn coal, die. Trouwens, als ik nou even slim doe, ik weet niet of ik nog een crafting table hierin heb zitten. 1, ja, die moet ik wel even meenemen dan. Dan doe ik gewoon even bloks ervan maken. Hopen dat het uitkomt. Nee, natuurlijk niet. Nou, ben ik net zoveel kwijt. Dat werkt dus ook niet echt heel erg. Ga even zo. Inderdaad. Zo. Ik neem deze natuurlijk mee. Een redstone kan mij op de 4 blijven. Daar heb ik toch niet zoveel aan. Een bed vind ik wel handig natuurlijk. Kool. Waarom heb ik trouwens 2 shares mee? Al had ik er gewoon eentje van hier. Toch niet nodig. Music disc ben ik de enige van die ik nu nog heb. Een paar kwarts mogen mij even achterblijven. De cactus neem ik mee. Saplings vind ik belangrijk. Hout natuurlijk. Dit laat ik wel hier. Glowstone neem ik mee. Mijn leer neem ik mee. Chesten neem ik mee. Boot neem ik mee. En natuurlijk deze. Deze hoort er ook nog eens bij. En Tether is er weer. Deze neem ik mee. En dat is het. Oh, de crafting table ook hier neergezet. Lol. Mag ik nog snel baby semen kunnen. Ik ga weer verder. En ja. Tot zo.
En ja, kijkers, dit was deze versnelling voor deze keer. Ja, grotendeels wel versnelling. Tussendoor heel klein beetje interval. De plek waar ik uiteindelijk was gebleven, dat wordt mijn nieuwe opslagbasisje. Heel eventjes, daarna ga ik naar een andere plek. Maar, ja. Ik hoop dat jullie deze aflevering leuk vonden. Al vonden jullie dat? Laat even een like met gevoel achter. Abonneer even met gevoel. En laat eventueel, als jij wil, een leuke reactie beneden achter. Waarom jij in deze server zou moeten. En doe dat allemaal even met gevoel. En dan check je de volgende keer weer bij een nieuwe video. Later. Bounce.